Q-O-C-O-O-O. Q-O-C-O-O-O. Tai mamik be, ze laun tio kaip he. Sen ga, a-a-b-e, be. My name is Anaïs Chabeur. I come from Paris. I studied in Brussels already in La Cambre. Traveling is definitely something that's been always around and very important for me. A lot of things happen in these moments where either you think differently or you can have a certain perception that opens yourself to a different reality or to see the reality in a different way. Being implicated physically and emotionally is really something that I see myself going more and more towards. The relationship that you get with the artwork is not necessarily an intellectual one. It's really something that you feel much more in an instinctive level. That's really important. Furnace, faucet, figure, fissure, pressure. I come from a background in music, so I studied in the conservatory as a composer. So going to KASK was the first time I was in art school. I write texts, I find a lot of texts. A lot of work has to do with kind of collecting little pieces of language that are coming around from me. I think a lot of my work has to do with this idea of like how to sort of bring language and the body into contact, because I think they're very traditionally understood as somehow separate. And I'm kind of interested in the moments where language sort of intersects with the body and what that does, or body intersects language. I think, yeah, if I don't feel something at the end of the day, it's not a successful piece somehow. Like it has to work on a kind of bodily level as well. Ik ben Jonathan. Ik ben voornamelijk videokunstenaar, maar ik doe ook van alle andere dingen. Ik denk dat al mijn werk eigenlijk ontstaat uit bijna een performatieve actie, waar dat ik heel de tijd de performance aan het doen ben. Meestal via film, maar ook regelmatig via fotografie, maar ook door in mijn zetel te gaan zitten en te beginnen borduren. Ik denk dat mijn werk altijd een vraag is. Ik denk nooit dat het een antwoord is. Het zijn dingen dat ik zelf niet weet. Wie ben ik en wat is mijn doel? Of wat is mijn rol? Het is een spel dat gespeeld wordt, denk ik. Ja, denk het wel. I'm Guy Wete. I come from Cameroon. I'm based in Belgium. I have my kids here. I work from installation to sculpture to painting, including video and photography. What I do is so linked to the daily life, to the society, to the relation between people. For example, the work that I'm working on now, it all starts with me questioning myself about what some people might call revolution or democracy. How can one free himself? How do you free yourself in the collective movement? How do we make a society in the context where the nation state are being such a machine? Ik ben Elias Kafmeijer en ik maak voornamelijk locatiegerichte installaties. Daarnaast ook sculpturen en een klein beetje videowerk. Al mijn werk gaat eigenlijk vooral over een soort van gebruik van openbare ruimte, gecombineerd met een private ruimte. En wat me daarin interesseert in die openbare ruimte, dat is eigenlijk hoe openbare ruimte een metafoor is naar een soort van sociaal stadsgegeven. Eigenlijk om eerlijk te zijn, hoe ik effectief tot mijn eerste grote installatie ben gekomen, was eigenlijk omdat ik een beetje geremd werd in mijn schooltijd soms, qua omvang van wat ik van werk kon maken. En het was een beetje mijn tegenreactie van nee, ik ga nu een sculptuur bouwen van 8 meter hoog. Het
Het is vaak heel moeilijk om zelf als persoon in de politiek te geraken of om iets te betekenen in een soort van samenleving. Ik denk als kunstenaar heb je een soort van achterpoortje eigenlijk om toch iets, een commentaar te geven op iets die iets zou kunnen veranderen. Как ба гопкия, калле ке кай и какас. Как ба гопкия, готомак ба сей, а сея оксе сагем. Сомик бирда амфа. Как ба гопкия, элкса окс гопкия. Ik ben Lien van Ranst. Ik ben voornamelijk bezig met taal. En vooral mijn frustraties daar rond. Omdat ik vind dat wij... Om betekenis te geven, altijd refereren. En ik denk dat refereren met een verschil kan maken dat identiteit kan ontstaan. En daarom heb ik een systeem bedacht dat enkel verwijst naar zichzelf. Dus ja, dat noem ik dan een autoreferentiële taal. I start first with an illustration study, and then I do a master in fine arts. The way I write, it's always a kind of game. I like when suddenly the language becomes quite musical and that the daily rhythm is broke. To draw the language, it's this also who give materiality, and I consider it as a drawing. My work is really not messy in a way, it's really more sharp, and I like to have that also in my installation. Everything started with the fact that I'm actually a photographer. So most of my work, even if it's 3D work, it comes from photography first. My work now is a lot about museums. The theoretical inspiration is literally like the flow of images that you see and how it is easy to see pretty much any piece of art or archive in the world and how now museums even digitalize it. It's all about like that weird dynamics between the collection and then taking it, kind of throwing it away and kind of making it weird and destroying it almost a little bit and then putting pieces back together to create my own collection of objects, and how the status of both is very different, yet, you know, quite similar. Ik ben Lieselot en ik heb gestudeerd aan Sint-Lucas Gent. Ik weet niet, ik denk dat ik op een speelse of fantasierijke manier naar de dingen kijk en dan daar gewoon verhaaltjes rond verzin. En als ik zelf naar een museum ga, ben ik super dankbaar voor de ruimte en de rust die je daar krijgt. Om gewoon naar beelden te kijken, de dingen een beetje te laten binnenkomen en te bezinken en je eigen dingen daarop te projecteren. Ik denk dat in naïviteit heel veel kracht schuilt. Het proberen van het leven zelf, we zijn allemaal maar wat aan het doen. En het is ook allemaal niet zo erg als het niet lukt.